Mageno Timmerman zou heel graag in de voetsporen van zijn grootvader Eddie Plankaart treden. Hij wil ook wielrenner worden. Stefanie plaatste op haar Instagram een foto van zichzelf met haar man Christopher en haar zoon Mageno. Wij hebben een tienerzoon, schrijft ze bij de foto. Mageno is nu 15 jaar. Hij is intussen ook al groter geworden dan zijn papa. Als hij ons zo vasthoudt als op de foto, is dat meestal een teken dat hij ons als steunpilaren wil gebruiken omdat hij te lang moet rechtstaan, klinkt het bij Stefanie. De t-shirts die ik voor hem kocht draagt zijn vader nu, want hij heeft zijn eigen stijl ontwikkeld. Naar school gaat hij met de bus en airpods. Hij weet altijd welke fiets net op de markt is en aan welke iPhone we nu al zitten. Was het vijftien? Thuis is hij sowieso de snelste, lopend, fietsend en snapchattend. Maar manneke, het is eigenlijk gewoon nog altijd ons kindje ook. Heel veel van Stefanie haar volgers reageren op de post. Onder hen ook Nouria die we nog kennen van, blind getrouwd. Oh, dit komt binnen, schrijft zij. Het is allemaal heel hard maar ook heel hard verwarmend. Hard omdat de tijd zo snel gaat, en plots zie je dat de rollen worden omgedraaid, staat ons allemaal te wachten. Hartverwarmend, tja, ik word hier zo warm van. Hoed je af voor twee tienersouders die hun relatie wisten te behouden, een mooi gezin gesticht hebben, keep going strong.